Goedemiddag, ik ben Desiree Stokkel en het is 14 juli 2014. Het bouwbedrijf Heijmans bouwt het nieuwe gebouw Eurojust in Den Haag letterlijk op de lijken van Hollanders. Dit is een nieuwe fase in het systeem bouwfraude. Eurojust is het lobbyclubje van alles wat met het recht, rechtbanken en dergelijke te maken heeft binnen de Europese Unie. Daar wordt ook geregeld dat het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof corrupt zijn en dus de Nederlandse politici en koninklijke familie helpen bij het folteren en vermoorden van Nederlanders en bij het helpen van het starten van oorlogen in het buitenland. En dan praten we dus echt over oorlogen zoals Syrië, Oekraïne, Israël en dergelijke. Al die oorlogen worden opzettelijk gestart omdat het internationaal strafhof corrupt moet blijven, omdat Europese leiders niet voor de rechter gebracht mogen worden wegens misdrijven tegen de menselijkheid en corruptie binnen Europese rechtssystemen. Nou, ik bewijs dat met de rechtszaak die ik ben gestart tegen Nederland bij het internationaal strafhof op 1 mei 2007. In april 2007 ben ik een rechtszaak gestart tegen alle politieke partijen omdat zij continu blijven weigeren te erkennen dat onze rechtbanken corrupt zijn, dat onze advocatenorde, onze nationale ombudsman en dergelijke corrupt zijn. Onze universiteiten zijn corrupt en met corrupt bedoel ik dat wij in Nederland een koninklijke Nederlandse genocideclub hebben die gezamenlijk optreden en gezamenlijk bepalen welke Nederlanders een luxe leventje mogen hebben en wie er rechteloos moeten zijn en moeten worden gefolterd en vermoord. Nou, ik bewijs dat. Ik bewijs ook dat de koninklijke familie wil dat zowel het Nederlandse parlement als de kiesraad Hollanders folteren en vermoorden. Dat bedrijf Heijmans, dat is onderdeel van de bouwwereld. En de bouwwereld weet heel goed wat corruptie is. Ze weten heel goed dat er tegen Nederland een rechtszaak ligt bij het internationaal strafhof. Ik moet even uitzoeken aan welke bedrijfschappen ik e-mails heb gestuurd. Ik heb tot nu toe niet aan Heijmans zelf een e-mail gestuurd, denk ik. Maar wel aan de bedrijfschappen voor de bouw en dergelijke. Dus het komt erop neer dat de bouwwereld van Nederland deals sluit binnen de Koninklijke Nederlandse Genocideclub, wetende dat ze daarmee burgers in Nederland rechteloos maken, burgers weghouden van juridische hulp, rechters en dergelijke. En dat doen ze dus voor zelfverrijking. Eurojust gaat een groot probleem geven. Eurojust verzwakt opnieuw de Nederlandse economie en zal opnieuw leiden tot meer oorlogen. Laten we even blijven bij de Oekraïne-oorlog. We zien nu dat die allemaal toeneemt in omvang. Ik heb tegen Nederlandse ondernemers gezegd, ik heb het uitgelegd in video's en dergelijke, jullie kiezen ervoor om de oorlog in Oekraïne te vergroten. En dat doen jullie zodra jullie aan tafel zitten met politici uit het hedendaagse parlement om zaken te regelen voor de relatie Oekraïne-Nederland. Jullie zitten willens en wetens aan tafel met politici die het internationaal strafhof en Europa misbruiken om zichzelf boven de wet te houden en burgers te vermoorden. Nou, dat weten ze in Oekraïne en Rusland, Amerika. Ga naar mijn website als je het dossier wilt lezen van de rechtszaak die ik ben gestart. Daar staat ook een brief op waarmee ik Poetin en Obama in de gevangenis van het ICC zet, omdat ik bewijs dat zij willen dat het internationaal strafhof dus een lobby- en liquidatiecentrum is. Dus dat moet je even in zijn totaliteit zien. Ik bewijs dat al die oorlogen opzettelijk worden aangemaakt, ook door Nederlandse ondernemers. Het is Nederlandse ondernemers verboden om mee te werken aan het folteren en doden van Hollanders. Het is ook verboden om mee te werken aan het realiseren van goederen en diensten, hier in Nederland of in het buitenland, voor internationale relaties. Dat is verboden op grond van het folterverdrag. Maar we leven nu in een toestand dat al die ondernemers ervoor kiezen om Nederland steeds crimineler te maken.
Ze voelen zich allemaal zo sterk binnen de Koninklijke Nederlandse Genocide Club, dat ze het eigenlijk wel leuk vinden dat zij de macht hebben om de burgeroorlog in Nederland steeds groter te maken. En die burgeroorlog is een absoluut juridisch feit sinds 2 juni 2014. De dag waarop ik de koninklijke familie in de gevangenis van het internationaal strafhof zet. Omdat zij bewijzen dat ze weigeren de grondwet en de mensenrechtenverdragen toe te passen. Omdat ze bewijzen dat ze willen dat het hele parlement en de kiesraad 100% corrupt zijn, mensen folteren en vermoorden. Nou, die koninklijke familie die lobbyt met de Nederlandse bank, met de bouwwereld, het cirkeltje is rond. Wij krijgen dus door dit soort constructies en de bouw van Eurojust in Nederland meer criminaliteit. We worden uitgelachen door het buitenland. Al-Qaeda weet hoe crimineel we zijn. De GoFast in Frankrijk. Frankrijk is een soort hoofdkantoor voor Europese criminaliteit, GoFast. En dat zijn dan de bankovervallers, de drugscouriers. Dat zijn de mensen die in supersnelle auto's 's nachts honderden kilometers afleggen om criminaliteit te organiseren. En daarna gaan ze weer terug naar hun eigen hoofdkantoor in Frankrijk of in België. Wij worden dus door het buitenland uitgelachen omdat op het internet de waarheid staat, terwijl de Nederlandse media liegt, terwijl het parlement liegt, onze ondernemers liegen en onze koninklijke familie liegt. Dag.